Ik ben Oes Heemstra van AeroCheck. Een nieuw licht op lineaire rookdetectie. Een unieke combinatie van infraroodlicht en UV-licht. OSIT werkt met één ontvanger en maximaal 7 zenders. De ontvanger is voorzien van een CCD-chip met beeldanalyse. En dit zorgt ervoor dat OSIT detecteert op rook en niet op stof of stoom en ook niet reageert op bewegende gebouwen. Deze innoverende techniek is dé Europese primeur. OSIT, een revolutionair nieuwe vorm van rookdetectie. Mijn naam is Kees van Toer van ProTech Brandbeveiliging. Duidelijkheid bij brandontruiming is van levensbelang. Een brandbadinstallatie heeft tot doel een beginnende brand te ontdekken, zodat mensen in veiligheid kunnen worden gebracht. Voor evacuatie wordt doorgaans gebruik gemaakt van toonsignalen. Het blijkt dat mensen daarop niet reageren. ProTech introduceert een brandmelder met ingebouwd een alarmsignaalgever met meertalige gesproken mededeling. Detectie en effectieve alarmering gecombineerd in één component die spraakontruiming tegen zeer lage kosten mogelijk maakt. Mijn naam is Sjaak Taal, Siemens Nederland. De juiste alarmverificatie is nu mogelijk geworden. Over grote afstand binnen de vereiste tijd voor alle Siemens brandmeldcentrales. Alle centrales kunnen worden aangesloten op de IP backbone. Met gebruik maken van bestaande koper- en glasnetwerken kunnen we 64 brandmeldcentrales met elkaar laten communiceren conform de EN5413. Geen gegraaf meer door het terrein, maar gebruik maken van de bestaande glasnetwerken. Alle brandmeldcentrales van één supermarktketen of bank in één netwerk. Bedienen en uitlezen, dat voorkomt het onnodig uitrukken voor de brandweer. En geeft de eindgebruiker samen met Siemens de mogelijkheid tot het nemen van de eindverantwoordelijkheid voor brandveiligheid.